Vandaag gaan we de buitenkant van onze woordfabriek maken. Wat heb je daar allemaal voor nodig? Een krant en misschien een tijdschrift. Een schaar. Lijm. Stiften en kleurpotloden. En je donkerblauwe papier, of je lichtblauw papier, of blauw papier dat je bij je bundel hebt gekregen. En een wit papier. Zo, ik leg mijn blauwe papier al voor mij op de tafel. Zo, ik ga uit mijn krant stukjes knippen of scheuren. Scheuren, dat kan ook. Van voor mijn fabrieksgebouw. Zo. Je kan het ook eerst tekenen welke vorm dat je graag zou willen. En dan kan je dat zo doen. Hè. Ik ga hier nog een stukje gewoon uitknippen. Uit de krant. Zo, en dan zou ik graag nog een hoger stuk willen. Ik ga dat uit een stukje krant halen. Die stukjes ga ik allemaal gebruiken. Zo, ik ga lijm doen. Dat is al één deel van mijn fabriek. Nog een deel. Ik ga hier nog een stukje afknippen. Zo, dit ga ik niet gebruiken. Voilà. Dit is mijn fabrieksgebouw. Ik ga zo even met een stift rond de delen van mijn fabrieksgebouw. Zo, dan ga ik nog een schouw, zo, en hier ga ik er twee zetten, en hier nog één, zo, en uit die schouw gaat er rook komen. Dat ga ik hier ga ik een rookwolk tekenen, zo. Daar is er al een rookwolk. Nu ga ik nog een tekenen. Zo uitknippen. Aan de kant liggen. Nog een beetje lijm. En daar van bovenop. Zo. Nu uit mijn... Uit mijn schouwen van mijn woordfabriek komen er nog geen woorden of geen zinnen. Dus ofwel kan je terug uit je krant en tijdschriften woorden en letters knippen en die dan in je rookwolken kleven. Zo, ik heb het woordje nee gevonden. Maar je kan ook zelf schrijven.
die juf aan. Zo. Hierbij ga ik mijn fabriek zo laten. Jullie fabriek gaat er nog anders uitzien, want het van mij is het nog niet klaar. Ik ben ook wel eens benieuwd welke woorden of zinnen of letters er uit jullie fabriek komen. Veel plezier ermee. Dag!